Het startschot van de Friese Elfwegentocht was vandaag tot in Eindhoven te horen. Hier vormde zich een stoet van innovatieve duurzame voertuigen, waaronder deze, de Stellavie van de studenten van de TU. En wat maakt deze nou zo bijzonder? Het is een hele praktische gezinsauto. Gezinsauto? Ja, 5 personen, dat je met je gezin gewoon op vakantie kan. En dat kan met deze. Ah, gaaf zeg. Zoals je ziet is het dak gekromd, zoals wij dat noemen. We kunnen de aerodynamica perfect aanpassen op de zonnepanelen. Of andersom, zoals je het ziet. Toen ik hem zag, dacht ik, kan dat nu al? Ja, dat kan nu al. Wat is hier nou zo bijzonder aan? Nou, deze motor is compleet elektrisch en hij is eigenlijk ontwikkeld om de wereld rond te rijden. Dus we zijn hiermee in 80 dagen de wereld rondgereden om echt aan te tonen dat je overal kunt komen met elektrisch voertuig. De wereld over, dat kan nu al. Ja, dat kan nu al. Gewoon elektrisch. Ja, geen probleem. En de snelste auto van vandaag is? De URE 9 van Universe Racing Eindhoven. Hij accelereert van 0 tot 100 in 2,3 seconden. In 2,3 seconden, helemaal elektrisch? 100% elektrisch. Ja, er zijn wel meer mensen met een elektrische auto hier. Maar ja, er is natuurlijk één probleem met al die elektrische auto's. En dat is? Dat ze van carbon zijn. Dus wat kun je eraan doen? Dan maak je een auto van planten. Een auto van planten? Ja, een auto van planten. Dat hebben we vorig jaar gedaan met Lina. Lina is nu ongeveer een jaartje oud. En Lina is volledig gemaakt van vlas en van suiker eigenlijk. Dus een auto gemaakt van planten, dat kan dus echt nu al? Ja, dat kan nu al. Dat hebben we vorig jaar bewezen. Het is wel ontzettend lastig. We zijn ook de enige in de wereld die dat kunnen op dit moment. Maar daar zijn we ontzettend trots op. En dit jaar gaan we ook langs allemaal autofabrikanten om te laten zien hoe gaaf het is en dat het nu al kan.